Als je me alleen maar gaat lopen uitschelden puur vanwege het feit dat ik uh, verliefd word op jongens in plaats van op mm -hmm. meisjes. Ja, dan vind ik dat je dat niet moet gaan accepteren. Ik had er eigenlijk nooit zo goed over nagedacht dat de, ja, je, je, je partner, maar ook je familie om je heen daar ook allemaal last van kan krijgen. Het zijn vrij augurk af te rekenen. Ja. Vraag iemand, hoe zit dat met dat stikstof? Waarom wil je in godsnaam werkzaam zijn in de politiek? Want toen ging iedereen zeiken over het feit dat ik het ja, veel te braaf deed. Een goobeldjette was toen geboren. Maar... Welkom bij een nieuwe podcast van F Relativeren, Deze keer met Rob Jetten. En Rob, ik, um, ik wilde in mijn podcast ook wat mensen uit de politiek uitnodigen, omdat je op YouTube heel vaak dezelfde mensen voorbij ziet komen. Ja. Maar ik wil het eigenlijk niet te veel over politiek hebben, want ik ben niet politiek onderlegd. Um, ik twijfel ook altijd of ik moet gaan stemmen, ja of nee. Okay. Ik vind het ook moeilijk om dan te bepalen op wie. Maar ik ben dan wel heel erg benieuwd um, wie zit er achter die mensen uit de politiek. In de politiek moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Nou, ik vind het wel lekker om ook zelf even te kunnen motiveren. Ja. Uh, want ik heb de afgelopen twee maanden niets anders gedaan dan de hele dag over ja. corona praten en alle politiek die daarbij komt kijken. Ja. Maar er zit inderdaad ook nog een hele wereld achter. Dus, uh, ja, nou gelukkig wel. Ja, ja ik, ben echt, ik ben echt enorm corona moe. Um, ik, ik, ik wil er eigenlijk niks meer over horen. Ik wil er ook niks meer over lezen. Ik ben ook echt een paar weken geleden gestopt met het nieuws te lezen. omdat ik, ik werd er gewoon echt een beetje verdrietig van en uh, chagrijnig. Um, dus ik ben heel de tijd op zoek naar dingen die totaal niks met corona te maken hebben. En heb van de week heb ik dus op, uh, op YouTube een, een serie gevonden van een man. Die maakt aquariums en die, die, die zet daar dan planten in. En dan zet hij een heel rustig muziekje achter. Een TV. Ja, ja ja. dan gooit hij dan een kreefje of een ganaaltje in en een slak in. En dat filmt hij dan. En dan legt hij aan het einde, als het aquarium bijna af is, legt hij een kokkommer in het midden. Ja. En dan zie je dus al die beestjes erop gaan en dat... dat dat, dat filmpje is het hoogste punt van elkaar. Ja, dat vind ik fantastisch. <laughs> heb je zelf ooit een aquarium gehad? Ja, ik heb ze vroeger gehad. Alleen ik ben, ik ben een enorme dierenvriend. Dus ik vind, ik vind dat een aquarium eigenlijk alweer zielig. Terwijl op zich. Ja. Vooral, kijk, een aquarium kan nog. Die, die, zeker als die groot genoeg is. Maar. Zo'n kom met een goudvis erin, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, dat heb ik als klein kind wel heel lang gehad. Ja. Maar die goudvis die ging ook maar niet dood. Die is nee. vijf jaar oud geworden of zo. Ik weet niet of dat het kan überhaupt. Maar dat is mijn herinnering dat hij maar bleef leven. Dat is de oudste goudvis ja. die ooit bestaan. bestaat. Ja, Toord ik een keer op zomervakantie ging en hem aan een vriend moest geven die erop moest passen. Toen heb ik hem nooit meer opgehaald. Dus dat is. <laughs> Echt? Ja. Gewoon vergeten, of ja. je van, ik ben ja, er vanaf. ik kan er gewoon niet van. Maar, dat is, uh... maar ik ben ook wel een enorme diergevriend. Ik zou nu ook niet heel snel meer iets in een koordje of in een kom stoppen. Nee. Dat, uh... Nee, ik heb een hond nu. Dat is ook leuk. Ja, heb je een ja. grote hond of een kleine hond? Ja, het is, um, het is een straathond uit Kosovo. Ik was, oh, top. Uh, een vriend van mij die werkte daar. Uh, toen was ik een keer bij hem daar op vakantie. Toen vonden we een, uh, een puppy op straat uh, ja. na het uitgaan. En die zat met een gebroken pootje aan de kant van de weg. Nee. mij super zielig, dus mee naar huis genomen. En dacht nou dan brengen we die de volgende dag wel naar een dierenarts hier in het land. Ja. Um, maar ik sliep op de slaapbank. Maar, maar ja. mee naar huis genomen daar in Kosovo. Ja, daar in ja. Kosovo. En ik, ik sliep op de slaapbank bij de vriend van mij. En ik werd de volgende ochtend wakker. En we hadden die hond s'avonds in een doos gestopt om daar te slapen. En die hond had zich dus s'nachts uit die doos gebeten, bevrijd. Ja. En die was naast mij op die slaapbank komen. Dus ik was verkocht. Ja, en top. dat uh, beest is mee naar Nederland gekomen. En is dus inmiddels zes jaar uh, alweer hier. En is dus, ja, iets kleiner wat, wat, dan hoe, een Best uh, een beste gedoe toch om, om, om een zwerfhondje mee te nemen? Ja, vaccineren ja. en quarantaine, noem het allemaal op. En, <laughs> like, ja, <laughs> was het toen ook <laughs> al corona? Ja, voor was het ook al <laughs> En voor het grootste gedoe is als je een straathond in huis neemt... die toch al een maand of zes oud is. Ja. En dan opeens in een huis zit. Dat beest heeft echt alles gesloopt. Dat ik in mijn huis had staan. Ja. Ja. Ach. Maar inmiddels uh, gaat het heel goed. Heel Wel tof goed. dat je dat gedaan hebt. Ik ben groot voorstander van. Uh, ik ben sowieso echt een dierengek, maar vooral een hondengek. Ik ben ook opgegroeid met honden. En ik ben er ook voorstander van dat we. Als je een hond wilt, dat we ook even kijken in asiels of verzwerfhonden. Ja. Omdat er gewoon genoeg uh, beesten en baasjes zoeken. Maar uh, ja, leuk man. Alleen ik woon dus nu in de stad. En ik heb een nou ja, oké okay appartement. Maar qua, qua grootte niet groot genoeg voor een hond, vind ik. En ik ben heel veel onderweg. Dus dan, dan zou ik ja, al bijna ja, een soort van. Um, schema moeten maken dat ik dat met mijn moeder zou doen, bijvoorbeeld. En dat vind ik ook, weet je, ik vind een hond, daar moet je tijd voor hebben. Dan moet je wel een soort van plan voor hebben ja. um, hoe je dat beest een leuk leven gaat geven. En ik vind op dit moment, vind ik dat ik daar niet aan kan voldoen. Maar tegelijkertijd zit ik wel echt, ik, ik wil, ik zit de hele tijd te kijken van voor puppy's. En, en ja. ik wil, ik wil zo graag, ik wil zo graag een hond. Maar voorlopig ga ik het niet doen. Nee, zo'n gezellige studiohond, die ik gewoon overigens naartoe kan. Dat is ja. natuurlijk ook, maar dat is. Uh, maar als ik, als ik nu. Uh, geen hond zou hebben, zou ik hem ook nu nooit nemen. Want dat zou met mijn nee. werk ook eigenlijk niet te doen zijn. Maar, dat... maar neem je hem mee naar de Tweede Kamer? Dan? Nee, dat niet. Ik, heb, ik krijg gelukkig ook hulp uh, van mijn schoonmoeder uh, uh, met dat beest. Ja. Um, en dit is een hond die slaapt eigenlijk de hele dag. Als ze maar ja. gewoon twee keer per dag heel lang kan wandelen. Dus dat is eigenlijk prima. Oké, okay. ja. 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 Nou, dan is hij ja, daar, daar een beetje aan gewend. Ja, ze hebben veel beweging nodig. Um, je, je bent de afgelopen tijd wel uh, veel, veel in het nieuws geweest, Rob. Denk op een manier... Uh, die je liever anders had gezien. Je, ja. je, je, je hebt op een gegeven moment gewoon uh, laten zien wat voor wat voor een ja, bak eigenlijk over je heen krijgt. Is dat, is dat op dagelijkse basis? Ja, ik krijg uh, denk ik al tientallen berichten per dag via Twitter, maar ook steeds vaker, ook wel via Facebook en, en Instagram, ja. uh, dat die gewoon pure homo haat zijn eigenlijk. Ja. Uh, en vaak. Kijk ik daar niet eens naar. Want als je de hele dag uh, naar je Twitter-timeline gaat zitten staren, dan word je ook een heel ongelukkig mens. Yeah. Um, maar op de een of andere manier zit het toch onbewust zit het in je hoofd. Dat, uh, dat je dat soort shit ook over je heen krijgt. De hele tijd. En het was de laatste internationale dag tegen de homofobie. En ik dacht. Vorig jaar had ik met mijn moeder heel schattig voor de Libellen een interview gegeven over mijn coming-out en hoe zij er als moeder mee was omgegaan. En dat was heel zoet. En we hadden ook vooral heel veel moeders op gereageerd ja. dat ze dat fijn vonden, omdat ze dan daar misschien ook wat mee konden met hun kinderen. Maar ik dacht, nou, na dat zoete item van vorig jaar kunnen we nu misschien een beetje shockeren. Ja. <laughs> dat, ja, dat is gelukt. Ja, dat is redelijk gelukt. Volgens mij 3 miljoen views of zo. Ik heb ja. nooit een filmpje gehad dat zo vaak is bekeken. Met gewoon simpel het oplezen van al die haatberichten die ja. je dan binnenkrijgt. En hoe waren de reacties daarop? Want uh, kreeg je veel uh, bijval of support? Of krijg je daar dan ook weer uh, negatieve reacties op? Ja, er zaten ook gewoon weer uh, negatieve reacties tussen. Hè? Mensen die dan onder zo'n filmpje uh, weer lekker gaan schelden. Met, ja. uh, uh, nou, ik weet niet uh, wat voor uh, woorden we allemaal mogen gebruiken in deze podcast. Maar het was niet altijd vriendelijk. Nee. Maar ik heb ook van mensen bloemen en kaartjes gekregen. die je dan een hart onder de riem willen steken. Ja. Dus dat vind ik dan ook wel weer heel mooi. Maar het belangrijkste vond ik. Om Nederland gewoon ook een spiegel voor te houden. Uh, dat er niet alleen homo-haat, maar jodenhaat is ook uh, aan de orde van de dag uh, online. Mm. En ook op straat zie je natuurlijk dat er best wel veel incidenten zijn de laatste tijd. Um, en dat we dat niet moeten gaan pikken, dat het normaal is dat het in Nederland gebeurt. Uh, mm. En volgens mij is dat wel gelukt om dat gesprek uh, op gang te krijgen. Ja. Ik denk sowieso, als je werk werkzaam bent in de politiek, dat je, dat je een hele dikke huid moet hebben. Mm. Nee, zeker. Dat is, anders hou je het gewoon echt niet vol. Nee. Uh, en ik vind het ook niet erg als mensen boos op me zijn... of het is echt ontzettend met me oneens zijn. En daar mag ook emotie bij komen kijken. Dat is ook politiek, dat is ook discussie. Uh, maar als je me alleen maar gaat lopen uitschelden... puur vanwege het feit dat ik uh, verliefd word op jongens in plaats van mm -hmm. op meisjes... ja, dan vind ik dat je dat niet moet gaan accepteren. En um, een van de dingen... Ik ben anderhalf jaar geleden fractievoorzitter geworden van D66... Ja. En ik was zelf eigenlijk al tien jaar niet meer met mijn seksualiteit bezig. Uh, want in mijn vriendengroep is het helemaal geaccepteerd. Bij mijn vorige werk was het geen enkel probleem. En ik werd fractievoorzitter. En opeens stond in een grote krant. Stond de openlijk homoseksuele fractievoorzitter van D66. En ik dacht, ja, alsof het uh, bijzonder is ja, dan. Ja. ja, ze schrijven ook niet. Bij mij. Collega Klaas Dijkhoff of Jesse Klaver, de openlijk heteroseksuele <laughs> fractievoorzitter. Dus ik zat toen echt na te denken: waar komt dit vandaan? Maar dat, blijkbaar is het dus spannend of bijzonder. Uh, en toen heb ik al besloten: daar nou laat ik dat dan maar gebruiken. En, uh, niet de hele dag en elke week, maar een aantal keer per jaar om toch iets te doen voor die emancipatie van ja. die LBTI-gemeenschap. Ja. Um, en het is ook echt wel nodig. Want als je. Uh, kijk bijvoorbeeld naar jongeren die in de kast zitten, uh, zeg maar in die leeftijd tussen de 16 en de 22. Dan uh, doen die jongeren gewoon vijf keer vaker een zelfmoordpoging dan jongeren die niet worstelen met hun geaardheid. Mm. Um, het aantal geweldsincidenten in grote steden neemt toe. Hè. Homostellen die hand in hand lopen, die worden bespuugd, worden uitgescholden, worden geslagen. Nou, als ik daar dan een klein steentje aan kan bijdragen om dat uh, te bestrijden, dan, ja, dan gebruik ik daar nu mijn rol voor. Ja, is het... Als je kijkt naar bijvoorbeeld andere landen, überhaupt dan een... een, een bijzonder iets dat er iemand uh, die homoseksueel is in de politiek actief is. zie je dat weinig dan in andere landen? ik heb geen idee. Um, het steeds meer. Uh, de, de premier van Luxemburg is uh, getrouwd met een man. Okay. Uh, de premier van Servië is een vrouw uh, en je mag daar niet trouwen, maar is er wel open over dat ze een, uh, een vriendin heeft. oké. Okay. Um, uh, je ziet het ook in steeds meer landen gewoon parlementsleden, burgemeesters uh, die openlijk homoseksueel zijn. dus dat is goed. en in Nederland hebben we het natuurlijk in het verleden ook gehad. maar ik denk dat het anders is nu omdat ik Jonger ben, veel jonger dan de meeste openlijk homoseksuele politie die we ooit hebben gehad. En door ook de social media wereld, dat ja, mensen het ook veel meer van je privéleven meekrijgen en zien. En dat daar er ook interessanter is. Ik denk dat daar het verschil wel zit. Is dat niet ontzettend moeilijk? Want kijk, het is natuurlijk leuk hè, dat je als uh, politicus, zeg maar, je social media kan gebruiken om je verhaal te vertellen. Maar tegelijkertijd laat je ook wat meer zien van je privéleven. En dat was vroeger natuurlijk veel minder. Ja. Je was gewoon werkzaam in de politiek. En je maakte daar je statements en uh, voor de rest had, was wat je thuis deed, was gewoon wat je thuis deed. Dat, dat ging niemand wat aan. Is het niet ontzettend moeilijk juist dat, dat mensen hier nu, um, dat mensen eigenlijk, eigenlijk veel dichter bij je komen? Misschien wel te dichtbij soms, dat ze een mening kunnen hebben over van alles en nog wat, wat jij eigenlijk in je privéleven uitspookt. L lijkt me lastig. Ja, ik, je moet het ook echt wel goed bewaken, hoor. want het, ik heb zelf geen kinderen. Dat is volgens mij voor de me, meeste van mijn collega's is dat echt een rode lijn. Hè? Dat je niet over je kinderen praat of die niet op de foto zet. Um, en, um, maar wat, wat ik zelf moeilijk vind, is: kijk, ik heb ervoor gekozen om die Tweede Kamer in te gaan. En dan weet je, iedereen krijgt een mening over je, uh, je komt ook veel in de publiciteit. Maar ik had er eigenlijk nooit zo goed over nagedacht dat de, ja, je, je, je partner, maar ook je familie om je heen, daar ook allemaal last van kan krijgen. Ja. We hebben een roddelfotograaf die mijn vriend heeft gevolgd naar de glasbak en dan daarna naar de wijnhandel. Dat leidt tot een. <laughs> en die zit op die is. Is. Ja, precies. Uh, ik, ik heb een keer een uh, hele goede vriendin van mij. Die is een soort van ja, uh, extra zus uh, meegenomen naar een galafeest hier in Amsterdam. Uh, en dat leidde in de story tot het verhaal dat dat mijn draagmoeder ging worden. Omdat ik een hele diepe nee, had. Dus allemaal Dat soort onzin. Terwijl uh, ze bij de story toch goed aan fact-checking doen, doen Absoluut. Altijd, hè? Hè? <laughs> en mijn moeder, die. Uh, ja, ik heb echt al bijvoorbeeld dat filmpje over dat homo haat, dan ja. bel ik echt mijn moeder en dan zeg ik: Maar je moet even een paar dagen niet op Instagram kijken, want ja. Die, ja, die, die kan er echt slechter van slapen van zo'n filmpje. Ja, en dat, dat, dat is... voel ik me dan schuldig over, weet je, dat je hen opzadelt met jouw problemen, omdat jij zo nodig een publieke functie ja. moet hebben. Ja, jij zit in de politiek en je wordt dus ook behandeld als iemand die in de politiek zit, maar jouw moeder is gewoon jouw moeder. Ja. en jij bent nog steeds haar kleine zoon. Ja. Uh, en die ziet dan al die Twitter-berichten en al die, die, die negatieve dingen wij vragen natuurlijk ook gewoon positieve dingen, maar dat negatieve blijft meer hangen. Dat is vervelend. Dat, dat merk ik ook aan mijn eigen moeder, weet je wel? Die kan dan uh, 100 positieve berichten lezen over iets en dan één negatief bericht en dan zegt ze: wie was dat? Wie was dat? Weet je wel? Op de een of andere manier is dat denk ik als moeder uh, best heftig en als vader ook om dat te lezen. Um... Maar je, doet het iets met jou als jij negatieve berichten leest of is het een? Nou, het, ik het is dus een, ik heb daar met meerdere mensen over uit het vak. En uh, wat dus wel raar is, is dat je dus honderd positieve reacties kan lezen. En uh, soms één negatieve. En dat, die, je, die voel je meer. Ja. En dat vind ik dus heel vervelend om te constateren. Want ik denk, ja schijnt, maar het interesseert mij nadat nou dat er één iemand is. Het interesseert me ook oprecht niet als iemand mij bijvoorbeeld... Kijk, in mijn geval zou het dan uh, vaak zijn van... Uh, ik vind dat jij stomme filmpjes maakt of weet ik veel wat. Ja. Of wat een schreeuwlelijk. Nou, daar kan ik ze eigenlijk geen ongelijke geven. Want als je me alleen kent vanuit vooral mijn Instagram-pagina, dan denk je ook wel: ja, wat is dit voor gek? Ja. Dus daar, daar ben ik ook wel realistisch in. Maar het is, het is wel gewoon een menselijk uh, dingetje dat dat negatieve toch meer blijft hangen. En ik heb het toevallig met meerdere mensen die hier ook een tafel hebben gezeten over gehad. Bijvoorbeeld met Bo. Ja. Uh, die heeft natuurlijk ook echt in het verleden zoveel stront over zich heen gehad. En die heeft wel echt gezegd: Ik, ge ik kijk gewoon niet meer op Twitter, want um, ik. ik dan ga je je leven daardoor laten leiden. Hmm. Je gaat je veel te veel aanpassen op de reactie van anderen. Ja. En als je dus terug gaat kijken, dus stel je voor dat, dat, dat er een filmpje van jou wordt twee miljoen keer bekeken. En er staan honderd negatieve reacties onder. Ja. Dat lijkt veel hè, want je leest ze allemaal achter elkaar. Maar honderd op drie miljoen mensen die het gezien hebben, is eigenlijk niks. Is krankzinnig weinig. Ja. Ja. En dan heb je ook nog een hele hoop mensen die gewoon hè? die, die ja, daar wat van vinden, maar gewoon zoiets hebben van: ik vind het niet nodig om hier per se op te reageren. Dus de mensen die schreeuwen. Kijk, ik heb nog nooit bij iemand... en dat is echt oprecht, niet om schijnheilig te doen... maar ik heb nog nooit ergens bij iemand onder een foto gereageerd... met van, jeetje, wat ben jij een klootzak. Of? Ik snap ook nooit waar die behoefte vandaan nee. komt. Ik stel me dan voor dat mensen thuis op de bank zitten... en die zitten dan bijvoorbeeld bij jouw expeditie ja. om te kijken en waar dan de behoefte vandaan komt... om dan scheldend op social media daar wat te, van, van te vinden. Dat probeer ik ook te ontdekken. En ik ga heel soms ook wel echt het gesprek met mensen aan. Dus uh, ik krijg ook mails uh, ja. met een hoop gezeik. En, uh, maar als er dan ook maar een heel klein stukje in zit, dat niet alleen maar gescheld is, maar dat ik denk, oké, okay, hier zit iets waar iemand echt inhoudelijk boos over Zeker, is, of ja. een zorg over zit, dan mail ik ze terug, heel vriendelijk, met geachte heren of mevrouw, en dan krijgen ze een inhoudelijk antwoord. En 9 van de 10 keer krijg je dan ook wel weer een mailtje terug met, ja, sorry voor dat gescheld, ja, ja, maar ik was heel boos. En dan denk ik, oké, okay, fijn, dan zijn ja, we weer ja. even een stapje verder gekomen. Maar dat is, uh, maar ik ben ook wel, uh, ik kijk minder ook op Twitter dan eerst, omdat ik vind boosheid dus geen effectieve emotie in ieder geval bij mezelf als ik nee. boos word, dan ga ik ook zitten verkrampen ga ik te... als kind kon ik dan ook echt heel driftig worden dus ja. ik heb dat gelukkig in de loop der jaren heb ik dat afgeleerd dus probeer ik het ook een beetje te negeren ja maar hoe ziet een driftige robijete eruit dan ja nou nu gooi je met zand en, uh... als kind ja ik kon overal mee gooien en met ja. deuren slaan en uh... nee dan moest je echt niet in mijn buurt komen maar uh, dat heb ik gelukkig dus wel afgeleerd die wil ik eigenlijk nog <laughs> een keer zien in de tweede ja. kamer jij gaat gooien met deuren nee ik denk nu is het vooral je het heel erg aan mijn blik ben ik echt heel direct uh, ja. en ook best wel fel. Dus mensen die veel met mij samenwerken, die dat misschien in een jaar tijd één of twee keer meewaken, ja. die voelen dan ook wel echt dat ik boos ben. Maar dat komt dus steeds minder voor. En bijvoorbeeld ook met, wij doen ook wel eens aangiftes van de zaken die echt te ver gaan. En daar heb ik op een gegeven moment tegen de mensen die dan die aangiftes uh, voor mij afhandelen gezegd, ik wil eigenlijk niet weten waarom ze precies mij bedreigen nee. of wat dan ook. Want zeker als politicus wil je niet dat je... Een deel van je vraag gaat zitten aanpassen. omdat één gek daar Klopt. misschien. Uh, hele uh, crazy dingen over ja. zegt. Ja. Nou ja, dat, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, dan, uh, dan werkt het wel om gewoon niet alles te lezen. Ik wil er inderdaad wel even aan toevoegen. dat op het moment dat je kritiek krijgt. en het is onderbouwd. dan is het helemaal niet erg. Nee. Uh, ieder, kijk, ik vind als je met je bek op tv komt. en uh, je, wil, uh, je, je, je kiest daar zelf voor. dan moet je het ook kunnen incasseren. als je de, wel eens een negatieve reactie krijgt. Maar het gaat mij wel om dat je op social media... Je zie je echt gewoon zulke onderdachte, pure haat gewoon... dat je denkt dat iemand zit thuis met zijn vingers drifter... op dat toetsenbord te drukken. Ja. En dan denk ik wel eens, ga, ga, weet je wel... neem even je medicijntjes, ga lekker in het park liggen of zo. Ik, ik snap niet zo waar die, waar die boosheid vandaan komt. Maar goed, in die end, wat ik zeg... Um, het, is, het, is een, het, is een, het is een kleine hoeveelheid aan reacties die, uh, die, die, die wel blijven hangen. Maar in mm. de kern gaat het nog steeds om een kleine minderheid. En ik denk uh, dat je daar niet je werk door moet laten beïnvloeden. Nee, zeker niet. En, en ik geloof ook heel erg dat veel van die mensen die bijvoorbeeld homo-haat uh, uh, spuien, niet eens doorhebben dat ze. Uh, homofoob bezig zijn eigenlijk. Ja. Hè? Dus het, bijvoorbeeld het scheldwoord homo en flikker... dat dus voor veel jongeren die in de kast zitten echt een groot probleem is. Horen ja. ook op school, op de sportclub, op je werk. Maar het is niet zo dat iedereen die langs het voetbalveld homo staat te schreeuwen... Uh, mm -hmm. homo's haat. Dat nee. snap ik ook wel. Nee, precies. Uh, dus ja. het, het gaat ook om een stukje bewust worden... Ja. dat je misschien de andere keer een ander scheldwoord kiest. Uh, ja. Dus dat probeer ik er ook wel mee wat, te Wat heb jij, heb jij echt een favoriet scheldwoord? Wat is je favoriete scheldwoord? Uh, nou, ik zeg wel veel fuck, denk ik. Vooral uh, ja? in de privéomgeving. Uh, <laughs> ja, ja. ja, dat snap <laughs> ik. Op je werk op je de vrijdagavond. En, ravel. <laughs> en uh, ja, ik kijk heel veel foute Spaanse Netflix-series. Daar zitten ook een paar van die lekkere Spaanse scheldwoorden ja. in. Welke, ja. Dat, 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 wat, dat, ja, heerlijk. Ja, ja. dat rolt zo lekker. Dat, uh, ja, ja. Spaanse goede taal, man. Oké, okay, wat kijk je dan, Casa de Papel? Ja, bijvoorbeeld dat ze zegt: uh, en, uh, en La Casadella Flores eerder, dat is echt heel fout. Okay. Uh, elite is ja. ook een uh, goede. Die vond ik mooi. Ja, maar dat is gewoon, ja, daar hoef, hoef je ook niet constant naar te kijken. Die kun je gewoon aanzetten en ondertussen uh, nog een paar andere dingen doen. Ja. Dat is, uh, ja. is dat wat jij doet, die vrije tijd series kijken? Uh, ja, vrije tijd. Die heb je niet. Uh, veel te weinig. Uh, nou, ik ga vooral... ja, dat ben ik dan wel even ja. bedoeld. Hoeveel vrije tijd heb je nou als je in de politiek werkzaam bent? Nou, ik, werk, ik werk sowieso zeven dagen in de week. Dus die telefoon staat altijd aan. Je ja. hebt altijd mensen die je wil bellen. Die WhatsApp-stroom houdt nooit op. Uh, maar ik probeer wel in het weekend echt, uh, in ieder geval de zaterdag en de zondag, echt een halve dag in ieder geval helemaal vrij te blokken. En dan ga ik een sowieso. Een halve dag. Ja. Ja. Maar dan ga ik sporten. Dat is ja. echt uh, dat is mijn uitlaatklep. Uh, en ik vind het heel fijn om gewoon een paar avonden in de week met vrienden te eten. Dat vond ik ook zo kloten aan die coronatijd. Dat dus je mm. uh, nou, samen op het terras zitten of samen eten opeens heel ingewikkeld uh, blijkt ja. te zijn. Dat merk ik wel dat ik dat het meest gemist heb. Uh, maar en, heb je dan echt helemaal niemand meer gezien in die tussentijd? Jawel, ik heb gewoon. Uh, nou, mijn vriend zit al uh, drie maanden in het buitenland vast. Oh. ik kan niet terugkomen. Nee joh, waar uh, zit hij? Hij zit op Malta. Uh, Serieus? Ja, ja, ik heb uh, half februari. was de laatste keer dat we elkaar gezien hebben. Dus dat is, ja, heel, dat is wel echt zuur. Ja, dat is heel ongezellig. Ja. En hoe, hoe ziet het eruit alsof hij uh, op korte termijn wel naar Nederland mag? Ja, en dan hopelijk. Hij werkt voor een deel ook in het buitenland. Maar hopelijk mag hij dan echt voor uh, een maand of twee of zo even in Nederland blijven. Dat zou om, ook om een beetje tijd in te halen. Dus dat is veel FaceTime. Maar ik heb ook mijn moeder, die woont in Uden in Brabant. Uh, mijn vader en mijn zusje. Mm. Die heb ik in het begin ook niet gezien, omdat daar echt de brandhaard van ja. corona was. Dat, ik ben dus wel, dus mijn vrije tijd, uh, nou, als, ik kan echt wel s'avonds laat zo'n Netflix-serie binge-watchen. Ja. Maar ik probeer ook de, de vrije tijd die ik heb vooral te besteden aan familie en vrienden, omdat je die de rest van de week eigenlijk aan het verwaarlozen bent. Hè? Ja, snap ik. Ja, dus... ja, en dat is dan het liefst in Nijmegen, toch? Ja, ik, ik, ik vind het heerlijk om naar een weekje Den Haag. Ik ga meestal maandag naar Den Haag toe en dan blijf ik daar tot donderdag, van het, aan het eind van de dag uh, ga ik dan weer terug. Ja. En dan vind ik het heel fijn om weer terug naar Nijmegen te gaan. Ja, dat ja. snap ik ja we hadden het er net al even voor uh, voordat de kamers gingen draaien dat uh, de de plek waar je werkt doet je ook heel erg denken aan, aan je werk dat is Den Haag voor jou ja. voor mij is het Amsterdam en dan zo lekker als je dan weer teruggaat naar je in mijn geval Rotterdam in jouw geval Nijmegen ja. Dat je dan je werk een beetje achter je laat. En uh, kan je in Nijmegen ook wel gewoon los van werk gezien worden? Als je bijvoorbeeld naar je vaste kroeg gaat... staan er niet allemaal mensen te, te roepen van... ja, die, uh, die, die ideeën van jullie, en uh, daar ben ik het niet mee eens? Of hoe, hoe? Nee, dat valt gelukkig mee. Ik heb een paar vaste plekken in Nijmegen... waar ja. ik ook wel veel naartoe ga. Een paar, een paar kroegen en een wijnbarretje. Uh, en en nou, daar, daar heb je zo, dat zijn niet hele grote zaken. Dus de meeste mensen die daar komen, die komen er ook ja. regelmatig. Dus dan word je wel redelijk met rust gelaten inderdaad. Ja. Um, maar ik had het, vanochtend in de supermarkt uh, moest ik even snel ontbijt halen, uh, want ik ben altijd heel slecht in boodschappen doen. Ja. Uh, daar, daar kwam ook nog iemand met een super inhoudelijke vraag naar me toe, waarvan ik dacht, zei, Echt? Ik, ik weet het ook niet eens. Dus maar moet je, checken, geef je, nou, je daar dan wel antwoord op op zo'n moment? Ik ga bijna, ja, ik, ik, ik ga altijd eigenlijk met mensen even kort in gesprek. Ik maak soms wel duidelijk van, nou, ik ben ook even mijn boodschappen aan het doen. Zei je geuk af te rekenen? Vraag ja. iemand, hoe zit dat met een stikstof? Ja, nee. Ja. <laughs> ja, nou, stikstof is ook zo'n onderwerp, maar dat. Nou, ik, ik heb ook wel eens dat ik met mijn neefje ergens ben geweest... in een, in een pretpak of in een dierentuin... en dan zeg ik wel van... ja, sorry, ik ben nu echt even iets anders aan het doen. Wordt dat wel uh, geaccepteerd? Ja, dan, dan meestal wel. Meestal wel. Ja. 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 Nee, maar ik, ik heb wel eens momenten gehad... om vijf uur s'nachts in de kroeg... dat ik dacht, oké... Okay, misschien moet ik nu niet even die selfie met jou maken. Dat lijkt me echt <laughs> heel verstandig om te doen, maar dat... Ja, of dat je gewoon kachel, lam, gewoon alle partijideeën gaat zijn uitleggen. Dat je de microfoon pakt en dat je zegt: Rob, hier, dit is wat D66 gaat doen dit jaar. En ik daarna denk, kan roken uh, dat een van de, mijn vrienden die dan nou mee is, die microfoon wel uit mijn hand slaat om dat te voorkomen. Maar dat, uh, ik heb maar vorig jaar op vakantie in Italië kwam echt iemand naar me toe om ja. over stikstof te praten. Toen ja. dacht ik wel: oké, okay, misschien moeten we dat niet al te lang uh, laten duren ja. in het gesprekje. Ja. Hé, hey, nogmaals, ik, ik ben echt niet, niet zo politiek onderlegd en ik heb eigenlijk ook geen idee waar deze 66 op dit moment precies allemaal voor staat. En ik heb eigenlijk ook be heel bewust, ben ik daar niet naar op zoek gegaan omdat het dan al heel snel te veel over politiek gaat. En ik ben wel, ik, ik wil juist mensen uit de politiek hier aan tafel hebben om echt te praten over de persoon die erachter zit. En, uh, maar ik heb wel, wel direct een vraag voor je die met politiek te maken heeft. En dat is, waarom wil je in godsnaam werkzaam zijn in de politiek? <laughs> Want het lijkt mij echt, uh, ten eerste een hele moeilijke baan. Uh, 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 vervelend omdat je in mijn geval. Ik, ik heb een beetje het idee dat je het nooit helemaal goed kan doen. En je streeft toch naar. Je wil iets goed doen en je wil daarin erkenning. In, vooral in de politiek. Ja, je, je hebt het meegemaakt. Je, je krijgt zoveel mensen die wat van je vinden of van je ideeën vinden. En, en ja, vertel, wat, wat is jouw drijfveer geweest? Ja, ik ben daar ook eerlijk gezegd een beetje ingerold hoor, want ja. uh, als je me tien jaar geleden had gezegd op je, ik ben nu 33, op je 33ste ben je fractievoorzitter in de Tweede Kamer, had ik je ook heel hard uitgelachen. Um, maar ik was, ik was wel als klein kind al gewoon geïnteresseerd in de wereld om me heen. Ik las denk ik op mijn twaalfde elke dag al de krant uh, en ik slond echt het nieuws. Verder was ik vooral heel veel met sporten bezig. Um, maar ik ben opgegroeid dus in Ude in Brabant. En um, de nacht nadat Thee van Gogh uh, is vermoord, ja. hier op straat in Amsterdam, toen ging ik bij mij in het dorp de Turkse basisschool in vlammen op. Okay. En dat was een, uh, een, een nogal uit de hand gelopen, qua jonge streek, um, uh, met gasten die een beetje stoer zaten te doen in ja. die school. Uh, over uh, een beetje anti-islam, anti-Turken. En nou, voor ze het wisten, hadden ze die school in de fik gezet. Met enorme impact natuurlijk mm -hmm. op die gemeenschap en ook op het dorp. En ik, heb, ik zat in de eindexamenklas en ik heb toen met een paar leerlingen uh, gedacht: oké, okay, we gaan dingen organiseren voor die kinderen van die Turkse basisschool. Want die stond vlakbij mijn middelbare school. En dat, dat ja, leidde tot allemaal hele gave dingen, mooie dingen. Mensen die blij waren dat we dat voor hen deden. Maar ook dat ze zagen: oké, okay, niet iedereen in het dorp is een rechtse extremist die Turken haat. Nee. Um, en langzaamaan kwam toen bij mij het besef van: oké, okay, je kunt jong zijn en geïnteresseerd zijn in de wereld. Maar ja, een beetje stiekem de krant lezen en daar verder niks mee doen. Maar blijkbaar kun je ook impact hebben als je gewoon wat gaat organiseren. Mm -hmm. En zo ben ik langzaamaan... Ja, zeg maar, nu zou je dat maatschappelijk actief noemen uh, geworden. Ja. Uh, en actief geworden ook op een gegeven moment... bij de jongerenorganisatie van D66. En dat was heel cool. Want dan kwam je gewoon met honderd jongeren... een weekend lang ging je ergens op de Veluwe... in een brakke schuur zitten. Uh, en nadenken over hoe je met elkaar de wereld kon verbeteren. En, zo ben en ondertussen ik... een beetje zuipen met z'n allen. En ondertussen een beetje <laughs> zuipen met z'n allen. Dat was een prima combinatie. <laughs> dat is gewoon een veredelde studentenvereniging... En, waar je en, bij ja, zat. Ja, eigenlijk wel. Uh, en dan ging ik studeren in Nijmegen. En Nijmegen is een enorme studentenstad. Ik uh, denk dat... Nou, wat is het? 1,6 of zo van die stad draait echt om het studentenleven. Om de studenten die daar wonen. Uh, maar ik maakte me met allemaal andere mensen druk... over te weinig studentenkamers. Over de, de tijden dat de kroeg ging, uh, Waarom trekt iedereen weg uit deze stad na de studie? Dus toen ben ik de gemeenteraad ingegaan. Ook superleuk om te doen. Uh, want je, en om, om dingen te betekenen voor jongeren in Nijmegen. Maar ik ontdekte ook opeens allerlei stadsdelen van de stad... waar ik nog nooit was geweest. Maar die ook... Uh, 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 hartstikke mooi waren en dat heb ik bijna zeven jaar gedaan met heel veel plezier en toen kwam op een gegeven moment de vraag of het idee ja tweede kamer ja ga je dat dan doen op je ik was nu 27 of zo 28 ga je dan al zo jong in die tweede kamer zitten of wat uh, nou, nou, ik denk ja we, we proberen het gewoon en dan zien we wel uh, en voor ik het wist Ging Alexander tot weg? Ja. En was het de vraag: uh, wie gaat hem opvolgen? Uh, en dat is. Maar, en ik moet zeggen: soms denk ik ook, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Waarom zit ik inderdaad zeven dagen per week te werken? Ja. Maar ik, het, wat ik nog steeds het allermooiste vind, is als je soms gewoon ergens op werkbezoek bent. Uh, en hele concrete problemen van mensen tegenkomt. en daar dan iets aan kan doen. Mm. Een tijdje terug een hele tour gemaakt langs allerlei scholen. En dan kwam ik op een school waar allerlei kinderen met een handicap zaten. En die hebben we tegenwoordig allemaal weggestopt in aparte scholen. En dit was een school waar ze allemaal bij elkaar zaten. Uh, en dan zag je dus gewoon dat één meisje in een rolstoel. Uh, weet je, al die andere kinderen hadden helemaal niet door dat zij in een rolstoel zat. Omdat ze al zes jaar met haar naar school gingen. Zij was gewoon India. Zij was hun vriendinnetje. Mm. En nou super mooi vond ik dat. En dan denk ik, ja, oké, okay, hoe gaan we er dan voor zorgen dat al die andere kinderen. Uh, met een rugzakje ook weer het normale onderwijs in kunnen, nou, daar een paar voorstellen voor doen. Dat, dat, dat soort impact hebben, daar doe ik het uiteindelijk wel voor. Maar dat, dat snap ik op zich. Want dan heb je het over het maatschappelijke gedeelte en impact kunnen hebben. En dat vind ik fantastisch, want ik denk dat iedereen zich daar wel uh, toe aangesproken voelt, in, in, in misschien mindere mate. Ik heb bijvoorbeeld ooit een keer, ja, wat ik leuk vond, ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij een uh, hondenasiel in, in Bangkok. Zonder uh, hondjes met drie poten, stond ik te voeren en uh, ready te maken om geadopteerd te worden. Uh, dat soort dingen, weet je, dat, dat het gevoel dat je iets terugdoet, dat, dat, dat is fijn. Uh, en je maakt je dan nuttig. En ik denk dat dat, uh, dat dat een fijn gevoel geeft. Maar dat zou je ook kunnen doen zonder dat je in de politiek gaat. En dat politie ja. dus, dus misschien heb je op die manier, uh, kun je veel impact hebben. Maar tegelijkertijd is het ook zoveel geneuzel eromheen, denk ik. Dat gekibbel en dat gediscussieer met elkaar. En er zijn volgens mij ook heel veel kanten Aan de politiek die gewoon doodvermoeiend zijn, ja, en ik toch denk ik dat, het is uh, zeker waar. Maar ik hoop ergens ook dat we nu een nieuwe generatie ook al in die Tweede Kamer hebben die dat minder gaat doen, ja. uh, Lilian Marijnissen, Jesse Klaver, ik, nou Klaas Dijkhoff, uh, Baudet zelfs, zo allemaal dertigers uh, die allemaal wat minder behoefte hebben aan dat continue geneuzel over allerlei kleine dingetjes. Uh, maar ja. meer gewoon politiek die op hoofdlijnen gewoon de belangrijke vragen van leven en dood moet stellen en daar ook een antwoord op moet geven. Maar niet meer elke week honderden debatten met een hoop hysterie en ik weet niet hoeveel moties en noem het allemaal. Is, het nou, ook een beetje een, is het nou ook gewoon een beetje een show? Want je ziet... Natuurlijk. Die, die, ik bedoel, dat zie je ook op televisie. Zodra die camera aangaat, uh, iedereen verandert een beetje. En uh, dat zie je in de politiek ook. Dan zie ik die discussies en, 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 en dan gaat, gaat die partij gaat weer even zijn punt maken. En dan denk ik altijd weer, ja, jullie weten het donders goed. Dat is ook gedeeld voor de bühne, natuurlijk. Ja. En dat hoort ook bij politiek. Hè? Het is niet dat ik dat raar vind. Want het is in, in principe logisch. Want je moet mensen voor je winnen. Dus je verhaal moet sterk zijn. Maar ik zit er af en toe naar te kijken. En ik moet er altijd een beetje om lachen. Ja. Je, snap je dat? dat ja, ik had wel eens van, wat zitten ze daar nou te doen allemaal? Hij ja, zit er soms ook wel te zuchten in die zaal omdat je gewoon ja. weet dat, dat zie je iemand bezig achter zo'n microfoon en dan denk je, mmm, dit heeft hij net ook al gedaan. Waarom doet hij het nu nog een keer? oud oh, filmpje voor social media, was het ja. waarschijnlijk niet goed genoeg? En dan zeg ik ook wel tegen mijn, mijn team, ja, dan gaan we wij gaan dat ga ik gewoon echt niet doen. En dan zie je ze de naambroodje broodje laten eten <laughs> tijdens de pauze en dan denk je, ja, nu heb je niet zo'n grote bek. Nee, ja, en, en wat ook, weet je, wij, ik kan gewoon koffie drinken met Geert Wilders, ja. terwijl als Zodra we die arena instappen, gaat het er echt best wel hard aan toe. Af en toe. Ja. Uh, en dat moet ook, want het moet ook duidelijk zijn voor de kijker en de kiezer thuis even, dat ik... er iets te kiezen valt. Maar maar hoe, ja. zit, hoe zit dat in die kantine dan? Want, want zit je dan gewoon wel met je eigen partijleden? Of ga je dan ook wel eens bij iemand van VVD zitten? Of inderdaad bij Geert Wil? Hoe werkt dat dan in zijn ja. kantine? Nou ja, Geert kan helaas niet in de kantine eten. Die moet echt uh, okay. op een aparte plek. Dat is natuurlijk heel triest aan, aan zijn veiligheidssituatie. Maar ik ga dan wel eens met hem koffie drinken op zijn of op mijn werkkamer. Uh, maar in de kantine, ja, het zit allemaal door elkaar. Ja. Uh, en dat is ook wel weer het mooie ervan, dat we buiten die arena ook elkaar gewoon als mensen wel benaderen en op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. En dan heb je het wel even over koetjes en kalfjes. Dan gewoon. heb je het ook over koetjes en kalfjes, wat mensen in het weekend doen. Ja. Uh, maar je probeert ook nog wel dingen te regelen, want in wat je zegt, die debatten zijn voor een deel een stukje theater mm -hmm. om aan je kiezer te laten zien dat je voor ze opkomt. Uh, maar ja, er moeten ook dingen af en toe geregeld worden ja. uh, en, en daar heb je dan ook... Wel eens de wandelgangen voor nodig. Maar ik herinner me nog heel goed. de eerste keer dat ik een TV-debat mocht doen. namens ja. 66. En daar heb ik vroeger ook wel eens naar zitten kijken. Mm. dat ik dacht. Pof, dan gaan ze weer met z'n allen hoor. lekker ingestudeerde one-liners. en noem het maar op. En toen moest ik opeens in de Rode Hoed hier in Amsterdam voor RTL. ook met al die lui in debat. Uh, en toen dacht ik van tevoren. oké, okay, ik ga niet dezelfde valkuil maken. of ik ga niet meedoen naar dat spel. En het mooiste vond ik toen nog vijf minuten voordat wij op mochten. voor dat TV-debat stonden wij dus met acht man. Uh, of zeven mannen en één vrouw stonden we achter in de coulissen te wachten tot we op mochten komen. Ja. En wij waren gewoon allemaal super zenuwachtig. Ja. En toen dacht ik, ja, dit, gelukkig zijn wij ook gewoon allemaal mensen die. Weten dat we zo meteen een, een, een rol moeten gaan vervullen. Ja. Namelijk als, als lijsttrekker of als fractievoorzitter. In zo'n tv-debat in drie minuten proberen je kiezer ja. te overtuigen. Maar, maar dat, ja. bij jullie die zenuwen bij jullie kan ik me beter voorstellen dan bij wat dan ook. Omdat als ik een theatershow heb, dan ben ik van tevoren ook zenuwachtig. Maar ja. als, ik, als, ik, als ik mezelf een keer verspreek, ja, dan, dan word ik daar niet zo heftig op, op aangepakt. Maar stel je voor dat jij één keer het verkeerde woordje gebruikt. Dat staat de volgende dag in een nieuwsartikel. Weet je? Dat kan ja. zo snel uit verband gerukt worden. Dus je moet. Heel erg zorgvuldig je woorden kiezen. En dat is ook. Maar, daarom zou ik bijvoorbeeld al nooit in de politiek willen. Omdat ik het idee heb dat mensen in de politiek altijd zo een harnas aan hebben. Dus. Um, volgens mij spelen heel veel mensen uit de politiek. Best wel op safe. Uh, uh, sommige gevallen uh, uh, doen er wat minder. Maar. Dat je, dat je altijd een beetje op safe speelt. Omdat je zoveel belangen hebt in Nederland. Zo verschillende meningen. Ja. Dat het soms lastig is om dan ergens maar voor uit te komen omdat je altijd een beetje meer ja, maar als we dit doen, dan 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 vindt, die ja, daar lijkt me zo lastig. joh. ja, ik heb daar heb ik in het begin heel veel last mee gehad toen ik, uh, toen ik fractievoorzitter werd, uh, want ik was pas anderhalf jaar kamerlid of zo. Ja. Uh, en dan sta je opeens vol in die schijnwerpers. En ik ben zeer perfectionistisch aangelegd mm. en ook behoorlijk competitief. Uh, dus ik wil sowieso ik wil geen fouten maken. Ik wil het goed doen. Ik wil andere mensen trots maken met uh, de dingen die je doet. En uh, ik werd fractievoorzitter. En ik had gewoon wel bedacht. Nu gaan er heel veel camera's komen. En iedereen wil van alles van je weten. Maar dat het zo intens zou zijn. Yeah. had ik gewoon niet durven te voorspellen. En heb ik een paar mediaoptredens gehad. In het begin bij Jeroen Pauw aan tafel. Met Frits Wester. Voor een draaiende camera van RTL. Dat ik zo gespannen was om het. Goed te doen, ja. dat ik enorm in enorme herhaling ging vallen en hele saaie antwoorden gaf. Omdat ik dacht: ja, dan maak ik in ieder geval geen fouten en dan kunnen mensen daar niet over zeiken. Maar toen ging iedereen zeiken over het feit dat ik het ja, veel te braaf deed. Een groot was toen geboren, maar ja, ja, ja. bijna waar ik een tijdje ook maar een geuze naam van heb gemaakt. Ja. Uh, en het heeft bij mij ook wel echt even geduurd om te denken... oké, okay, schijt, weet je. Je kunt niet altijd overal een perfect antwoord op hebben. En het zeker is niet, niet erg om soms ook te zeggen... ik weet het niet. Zo, maar, de, uh, maar daar ben ik het ja. zo mee eens. Want ja. kijk, puurheid is ik vind puurheid belangrijk. Dus het maakt niet uit van welke politieke partij je bent... maar je mag gewoon mens zijn. Ik vind het zeker. nog... ik kijk liever naar mensen die af en toe dan een foutje maken, maar van, ik denk wel, af, ja. fijn, dat vertrouw ik meer... Dat vertrouw ik meer dan al die geknutselde antwoorden... waarvan je weet van... oké, okay, nu gaat er een, een muntje in en dan, dan beginnen ze. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En ook als je in de politiek zit... ik bedoel, je, je, je hebt dezelfde problemen als ieder ander mens. Ja. Je staat ook onder heftige druk. Ik vind ook wel eens dat je mag laten weten... dat je die druk voelt. Of dat je gewoon eens een keer wat minder in je vel zit. Dat wordt ook... Hè? En mensen in de politiek mogen, moeten zich altijd goed voelen. Ik las toevallig een, een artikel naar HP De Tijd. Het ging over, uh, over dat jij naar buiten was gekomen... met al die haatberichten. Ja. En... Um, ik weet even niet meer wie het artikel. was een open brief van iemand. Uh, die had gezegd van, uh, dat je door, doordat je dat had gedaan, had je je eigen belang boven het partijbelang uh, geplaatst. Okay. Uh, en hij vond dat je dus als je uh, fractievoorzitter bent, dat, dat het dan eigenlijk altijd goed met je moet gaan en dat je dat niet moet laten merken. Ik, ik, ik snapte ergens wat hij probeerde te zeggen. Omdat je misschien. Het misschien dan sterker is om daar boven te staan, maar terwijl... Ja, rot op man. Ik bedoel, als ik 40, 40 haatmails per uur krijg, dan mag ik daar toch wel een keer van balen. Ja. Snap je? Ja. waarom zou je dat dan niet mogen laten merken als je uit de politiek komt? Dat vind, dat, dat, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Nee, dat perfecte plaatje, keeping up appearances, dat uh, daar hou ik zelf ook helemaal niet van. Nee. Um, en, en toch, kijk, wij zijn... Als wij in Den Haag zijn, heb je ook altijd journalisten in dat pand rondlopen. Ja. Uh, en zeker op de dinsdag... als wij vragenuurtje hebben en stemmingen... Dan, je weet gewoon als je naar de plenaire zaal toe loopt... dat er tien draaiende camera's staan... en dat al die journalisten hebben één opdracht... namelijk de leukste quote krijgen. Ja, precies. En dat hele spel en zo, dat is een... dat je daar daar moet je dus ook een beetje in meegaan, want als je daar je te veel tegen gaat verzetten, dan wordt dat ook weer niet gewaardeerd zeg maar in de in, in het wereldje. Um, maar je er helemaal aan overgeven en nooit meer iets van jezelf laten zien. Ja, ik ga het dan ook gewoon niet volhouden. Mm. Uh, dus ik en ik, ik geloof zelf ook heel erg in ja. Dat hebben we denk ik in die corona maanden ook wel met elkaar gezien. Gewoon contact met elkaar maken, uh, een echt gesprek met elkaar voeren. Niet alleen maar via schermen met elkaar communiceren. Dat, daar hebben we allemaal ontzettend veel behoefte aan. Uh, ja. Dus ja, ik laat het gewoon een beetje zien. En als mensen dat niet leuk vinden, dan denk ik, ja, je hoeft ook niet de filmpjes te kijken of de interviews te lezen die over mij als persoon gaan slaan. Dan lekker over als je ja. daar aan stort. Ja, nee, ja. ja, daar heb je helemaal gelijk in. Nee, ik denk dat je alleen maar meer mens maakt. En uh, ik denk dat vooral mensen die thuis naar de televisie zitten kijken, dat ook willen zien bij iemand uit de politiek. En wat, wat, is, wat is jouw manier om te ontspannen, eigenlijk, dan als je zenuwachtig bent voor zo'n theater? Ja, ik heb op een gegeven moment uh, ja, gewoon van die standaard ademhalingstechnieken. Ja. En kijk, um, het is eigenlijk vroeger. Ik heb, bij theater had ik op een gegeven moment dit trucje. Vroeger, als je een spreekbeurt moest doen, was je van tevoren ook zenuwachtig. En dan moest iedereen op dezelfde dag, of je had vier, vijf mensen op dezelfde dag, en die moesten een spreekbeurt doen. En dan zat je in de klas. En terwijl die andere die spreekbeurt aan het doen was. Was je eigenlijk helemaal niet bezig met dat dat raar was, toch? Je was alleen maar met jezelf bezig. ook moet straks die spreekwoord doen. Ja. Dus je zat gewoon naar diegene te kijken. en je dacht van, nou, die, die, heeft, die doet een spreekwoord. En dat vond je goed of slecht. Maar ja. het was niet dat je dat raar vond. ook oh, kijk, diegene gaat voor de klas staan. die gaat nu praten. En dat denken ze dus ook niet. op het moment dat jij er staat. Althans, zo, zo begon ik te redeneren. Ja. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik heb duizend mensen die een kaartje kopen. voor een theatershow. wat verwachten die van jou? Dat je op het podium staat. Ja. Dus waarom zou ik dan ja. bang zijn om op dat podium te staan. terwijl zij dat toch al van mij verwachten. Ja. Um, en op de een of andere manier vond ik dat een hele relaxe, relaxe manier van ernaar kijken. Dat ik dacht: van ja, die mensen hebben een kaartje gekocht. Kaartje, jij gaat een theatershow geven en dat is, de, dat is de deal hier. En jij vindt het leuk om theater te maken, dus kappen met aanstellen. Ja, ja. Hoppa, een podium op. Ik moet zeggen dat, echt, uh, dat kostte me dan ongeveer 10 tot, laten we zeggen, 30 seconden op het podium. Om heel eventjes aan mijn eigen stem weer te wennen, want dat hoor je dan door, door, ja. mic hè, door die speakers. En dan hebt het weg. En dan begon ik gewoon. En uh, ja, ik weet niet, op de een of andere manier kon ik daar wel goed, uh, goed ontspannen. Ik vond alleen gewoon uh, de reis naartoe. Dus dan zat ik in de auto en vaak uh, in het begin deed ik zonder chauffeur. Uh, ik ben daar wel mee gestopt, omdat ik vier shows had per week, s'avonds, laat. Ja, te vermoeiend. Ja, dat ja. vond ik op een gegeven moment een beetje heftig worden. En, uh, maar dan ging ik in het begin, uh, ja, dan reed ik op zo'n woensdag reed naar, uh, zeg eens wat, Emmen. Een rit van 2,5 uur vanuit Rotterdam, in mijn eentje, s'avonds kaart aan het regenen buiten, guur. En dan reed je naar zo'n theater. En ik moet je echt zeggen, theaters zijn niet bepaald sexy. Veel dan, althans. <laughs> dan zit je in kleedkamertjes, soms met TL-buizen. en zit je daar je eentje en dan denk je... Wat ga ik in vredesnaam doen hier? Ja. Waarom, waar, waarom wil ik dit? En dan stond ik achter die coulissen, achter dat. En dan stond ik daar met een eentje zo. En dan hoorde je het geroesmoes in de zaal. En dan denk ik, jeetje, ik had ook gewoon ja. te bank kunnen zitten thuis. Nee. Maar als je dan eenmaal gaat en je komt op. en je, oh. krijgt, ja, je krijgt die erkenning van het publiek. Ja, dan is het weer fantastisch. En dan zit je in de, in de auto terug naar huis. en denk je... jeetje, min ik had gewoon duizend mensen uit Emmen. Ja. die naar Rotterdam komen kijken hier. Ja, ik vind dat dat Zet dat... je ook op een roze wolk terug naar Rotterdam? Ja, je ja. stond helemaal strak van de adrenaline, joh. Ja. En dan moest ik thuis echt. Uh, ook al had ik twee uur in auto ik moest ik thuis echt even nog vaak een uurtje gewoon uitstaan. Dus dan sliep ik vaak pas om uh, drie uur. Dus uh, ja, ik, nee, zo, zo deed ik dat eigenlijk. Ik had ook een keer. Uh, ik moest, ik, Nicolette, met wie ik uh, Expeditie Robinson presenteer. Ja. Wij hebben. Je hebt, op een gegeven moment sta je op die set en dan heb je de, de, de eilandraad. En uh, dat is echt een fantastisch. soort Indiana Jones-achtige setting. En er staan er allemaal grote. Kamerakranen staan daar en uh, weet ik veel er lopen tien geluidsmensen en tien andere cameramensen, dus het is best wel druk. En dan moet je je stand-up gaan doen, maar die kandidaten die komen eraan, dus dat is best wel strak gepland. Ja. Dus je wil eigenlijk je stand-up vaak, hadden wij we willen het eigenlijk in één keer goed doen. Uh, moet je eigenlijk gewoon jezelf gewoon, mag je best prima vijf keer opnieuw doen, weet je ja. wel, maar dan, dan leg je de lat weer hoog. En op een gegeven moment, als je dan twee keer een verspreking hebt, dan gaat het in je hoofd zitten en soms blijf je er dan ja, je in hangen. Het, ja. En toen zei ik ook tegen Nicolette, van, ja. Ik zeg, wij staan hier nu een soort van in de spotlight en wij worden daar nou een beetje zenuwachtig of ongemakkelijk omdat we elkaar een paar keer verspro uh, uh, verspro versproken hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld een cameraman die heeft ook wel eens dat hij even zegt: Oh, oh sorry, ik moet die lens even nog omdraaien ja. of weet ik veel wat. Ja. Zeggen, en dan vinden we dat ook niet raar. Weet je, dit is gewoon <laughs> ons vak en ja, je maakt wel eens een foutje boeien. Um, dus ja, ik weet niet, op de een of andere manier probeer ik me altijd op die manier een beetje uit die zenuwen te praten. En ja. ik, heb, ik, heb, ik heb er niet heel veel last van van zenuwen, gelukkig. Jij wel? Nee, nee eigenlijk niet. Ik heb uh, wel gezonde wedstrijdspanning noem ik het altijd al maar. Maar echt zenuwen die verkrampen, dat, dat heb ik eigenlijk niet. Maar nee. ik, heb, ik heb dus heel fanatiek gesport. En ik denk dat ik daar toch ook al veel uit heb meegenomen. Ik heb altijd uh, gevoetbald uh, en ook veel atletiek gedaan. En zeker bij atletiek moet je ook echt in je eentje natuurlijk. Teamsport is veel leuker, maar dan moet je, ben je helemaal op jezelf aangewezen. Ja. En uh, ik deed 400 meter, dat is één rondje op een atletiekbaan. Uh, nou, dat kon ik dan behoorlijk hard. Uh, dus dat vond ik leuk om te doen ook. Maar ja, je, vanaf het moment dat je dat startblok inkruipt, ja, dan is het maar één ding: gewoon heel goed luisteren wanneer dat startschot afgaat, en dan knallen 400 meter lang. Yeah. Uh, en daar heb ik wel heel goed geleerd om mijn zenuwen ook te bedwingen. Want ja, als je zenuwachtig in zo'n blok zit, dan weet je zeker dat het niet gaat lukken. Yeah. Dus dat was ook gewoon. Heel veel oefenen, herhalen, herhalen. Weet je, dan had je wel eens training, moest je 50 keer uit zo'n blok komen, dus stond je te schelden op te trainen ja. dat je nog een keer moest. Maar het heeft ja, dat heeft wel geholpen. Vooral ook ademhalingscontrole en ja. dat soort zaken. Maar ik moet, ik doe wel voor hele spannende debatten of tv-optredens of zo. Vind ik het heel chill om een half uur in een heel heet bad te liggen. Ja, ja. Dat is dan mijn. Ontspanningsmomentje. Lekker man, en, uh, bad. Ja, heerlijk, heerlijk. En een bruistablet erin ook. Ja, precies. Of <laughs> uh, goed geurende olie of zo. Dat, ja. dat doe ik dan wel eens. Als ik weet, oké, okay, ik moet s'avonds naar zo'n late night talkshow. En dan heb ik ergens een uur om even naar huis te gaan. Ja. Ga ik ga gewoon in bad liggen. Ja ik, vind, ja, ik vind bad ook te gek. Ik had, uh, ik had een tijdje dat ik dan... Uh, ik word dus rustig van het geluid van de kraan die loopt. Ah, ja. Maar dan zat mijn bad vol. En dan haalde ik de stop eruit. En dan deed ik de <laughs> kraan weer opnieuw aan. Ja, <laughs> ja, dat is echt heel erg. Ja. Moet je eigenlijk niet zeggen hier. Maar goed, iedereen heeft zo ze zo, zo, zo zwakt is. En Jij hebt het net over die ademhalingsoefeningen. Ja. Ik ben dus ook omdat uh, Ik toch heel kort over het coronavirus. Omdat op een gegeven moment. Ik zat. Iedereen was helemaal in de paniek over zijn gezondheid. En ik vind het gewoon grappig van oké, okay, hoe kun je nou met minimale middelen je immuunsysteem zoveel mogelijk boosten. En uh, er zijn veel dingen die mensen al weten, hè? vitamine C, vitamine D3, ja. uh, zink. Uh, um, maar ook ademhalingsoefeningen. Dus ik had die, die Wim Hof-techniek. Heb ik. Uh, oh, ja. Ja, ja, die doe ik nu iedere ochtend en de koude douches. Ik vind dus, als ik naar, naar, naar al die talkshows kijk. Dat, dat op een gegeven moment zaten daar alleen maar virologen. met hetzelfde verhaal. Oh, ja, zo en ik, ik, ik vond het vooral heel erg uh, op de angst. Terwijl ik denk... zet daar nou gewoon eens even iemand neer. die gewoon op een, op een relaxe manier ook uitlegt. van dames en heren. Uh, gewoon om jullie hè, wat, wat extra info te geven. Je kunt zo uh, bijvoorbeeld je immuunsysteem verbeteren... of je kan ja. dit doen. Of, gewoon even weg bij die angst. Ik vond dat ik, da daarvoor lees ik ook weinig nieuws... kijk ik ook weinig nog van die talkshow... omdat ik op een gegeven moment dacht van... het is zo eenrichtingsverkeer. Is maar, op, hoe keek jij daarnaar? Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik kon op een gegeven moment ook de tv niet meer aanzien... omdat het alleen maar over de angst voor corona ging. En dat snap ik ook, hè. Dat mensen bang daarvoor zijn... en onrustig en zenuwachtig, noem het maar op. En we moeten die zorg ook overeind houden. Dus al die aandacht is ook goed... Maar je hoopt ook dat we een paar dingen leren van deze crisis. En een ja. van de dingen die we moeten leren is inderdaad gewoon veel meer met preventie, met zorgen, met sport en bewegen, gezonde voeding bezig zijn. En een van de dingen waar ik me nu uh, wat druk over maak is dat we zeggen, nou die sportscholen moeten tot 1 september. Ja, dat, blijven. Ook, dat vind ik ook heftig. Weet man. je, uh, gelukkig, ik heb, ben gisteren voor het eerst weer gaan sporten uh, bij mijn gym. Die hebben alles naar buiten gesleept, dan kun je buiten sporten. Ja. Op drie meter afstand en alles wordt honderd keer schoongemaakt. Dus volgens mij super verantwoord. Um, maar hoe ga je mensen ook helpen, inderdaad? Om uh, ja, hoe, te kijken hoe we allemaal onze gezondheid kunnen verbeteren. Ja. Uh, nou, er zijn gelukkig steeds meer mensen die dat ook zeggen. Uh, maar een van de dingen wat ik nu al merk, nu we weer gewoon wat meer vrijheid hebben, dat iedereen, je gaat ook wel heel snel terug. Back to normal. Mm -hmm. uh, we hebben geleerd: je kan, je kan eigenlijk prima thuiswerken een groot deel van de tijd. Dus we hoeven niet met, met, met een miljoen man in de file te gaan staan. Of uh, nou, dat soort dingen. Hoe ga je dat een beetje vasthouden? Om ook ja, na corona uh, echt wel een paar lessen te hebben geleerd. Dat vind ik wel spannend. En een van die dingen is gezondheid. Ja, dat was wel grappig, want dat was dus het enige, zeg maar, als ik het met mijn vrienden over had, van oké, okay, ja, weet je, als je dan van de positieve kant bekijkt, wat kun je ervan leren? En ik had echt vrienden die, die, ook, die binnen hun bedrijf al zeiden van, ja, we hebben, bijvoorbeeld vrienden van mij uit de horeca, die hebben heel veel franchise-nemers en die komen uit, uit allerlei plekken in het land. En die zeiden, normaal hadden wij één keer per maand hadden wij een meeting met al die franchise-nemers. En dat doen we nu via de, uh, via de FaceTime en uh, ja. Skype, et cetera. En die zeiden, ja, maar dan gaan wij er ook wel inhouden, want eigenlijk slaat het nergens op. Ik dacht, nou dat vind ik allemaal mooie, mooie uh, dingen voor de toekomst. Want ik denk inderdaad ook dat het niet nodig is om zoveel te rijden en te vliegen. Um, maar terugkomend op, op gewoon de angst om ziek te worden. Mm. Uh, ik ben er nog steeds van overtuigd, ik heb me daar best wel in verdiept, dat jij met een goed immuunsysteem, dan is je lichaam echt in staat om heel veel buiten de deur te houden. Je kan een keer pech hebben. Maar ik vind gewoon inderdaad. daar zou zoveel meer focus op moeten zijn. Van, hoe kun je nou met minimale middelen. gewoon eigenlijk je immuunsysteem op boosten? En daar hoort ja. dus ook sport erbij. En dat vind ik dus ook, ook. aan deze situatie van ja. blijf zoveel mogelijk binnen. Ja, uh, zoveel mogelijk binnen. Als de zon schijnt. dan zou ik zeggen van. ga juist naar buiten. ga een stukje rennen. ga een stukje hardlopen. Want Niet, uh, geloof uh, mij ja. nou maar dat dat beter is. voor je immuunsysteem. dan heel de dag in een kamertje zitten. met de gordijnen dicht en, en wachten. En steeds dezelfde lucht en adem. Ja. Uh, ja, en, en dat, vind ik, dat vind ik wel raar of zo ook. Ook, maar dat, dat vind ik ook. Daar, daar moeten talkshows ook meer aandacht aan schenken, vind ik. Ja. Ja, ja. Hopelijk komt het. Ik zat, ik zat laatst met Arie Boomsma bij op 1, die daar ja. ook een vurig pleidooi hiervoor deed. Ja. Uh, en een van die experts van het RVM die aan tafel zat, die, uh, die zei dat ook van. We moeten daar echt. Daar moeten we nu de focus naartoe gaan verliezen. Ja. Dus hopelijk komt het, uh, komt het meer. En, maar moeten we nu wel allemaal ook in een ijsbad gaan zitten? Of is dat... hey, ik, heb, ik heb serieus. Hè? Ik ben sinds die coronacrisis eerst. Uh, ik ben begonnen met die koude douche 10 tot 15 seconden max. Ja. En uh, nu sta ik gewoon drie volle minuten zonder problemen onder een echt ijskoude ja. douche. Ja, en ik doe al max drie minuten omdat het schijnt, ik heb dat opgezocht. Dat krijg je gewoon een soort adrenaline kick. Het is goed voor je bloed, het gaat allemaal stromen en het heeft allemaal goede effecten. En het is ook echt waar, probeer het. Je staat zo lekker op, je bent gelijk wakker... en je hebt gewoon zin om wat te doen. En ik sta ook echt als een halve Maori het nou, be Begin je wel lekker warm en ga nee, je dan naar kou? Ja, nee, gelijk. Tot... Ik vind, je moet jezelf niet dan eerst nog... Oh, ja, oh, want dan ga je te, te veel wennen aan dat warme water. Dus je moet ja. gewoon gelijk eronder. Ja, ik, ik bedoel, ik, 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 heb, ik ben er zelf natuurlijk ook niet... ik heb die onderzoeken zelf niet gedaan... maar ik heb wel gelezen wat de effecten ervan zouden zijn... En, dat zijn allemaal dingen, ik vind dat ook leuk, weet je wel, om uit te zoeken. Van. Dat kan je gewoon thuis doen. En uh, ik heb er nu al een sport van gemaakt, mijn vriendin doet het ook. Dus uh, iedere ochtend als wij uh, de eerste 10, 15 seconden op de douche staan... dan lijkt het alsof, alsof iemand aangevallen wordt door een kat of zo. Ah, oe, ah, ja, en daarna uh, gaat het. Ja, daarna gaat het wel, ja. ja. Hey Rob, als, die, um, als je die momenten hebt hè, dat, dat je in de politiek denkt van... Pff, waar ben ik in beland? waarom doe ik dit? Ja. Um, waar denk je dan wel eens aan? Wat, 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 wat voor werk zou jij willen doen op het moment dat je niet in de politiek actief zou zijn? Hoe ziet het leven van Robte dan uit? Uh, dat, uh, hele goede vraag. Ik, nou, ik, ben zelf, ik kom uit een, uh, uit een familie waar mijn opa en oma die zaten in de horeca. En ik denk dat ik dat een beetje van ze heb uh, overgenomen. <laughs> Want ik heb mijn hele jeugd en studententijd. Al mijn bijbaantjes waren altijd in de horeca. Dat ik ja. echt. Helemaal fantastisch. Uh, Cafés, restaurants. Ik heb zelfs een zomer in Turkije gewerkt. Nee, joh. Ja, en dat gewoon, ja, gewoon mensen een leuke avond bezorgen. Dat vind ja. ik echt fantastisch. Dus ik denk wel eens, uh, misschien ik moet ik dat gewoon lekker gaan doen met een vriend en een vriendin die dat ook heel erg zouden willen. Zou jij een eigen kroeg oh. willen dan? Of meer een restaurant? Uh, ja, wel denk ik meer een restaurant. Maar het liefst gewoon iets wat de hele dag open is en waar je de hele dag terecht kan. Ja. Uh, ja in Nederland ja. in Nijmegen. Ja, bijvoorbeeld ja, dat zou ik zo in Nijmegen kunnen doen. Uh, maar ik Schappen. zou het ook niet erg vinden omdat ergens ik ben wel meer van het zonnige klimaat dus ergens in Zuid-Europa zou ik ook met veel plezier doen. Ja. Uh, dus dat is wel dat is een soort van droom die ik altijd wel wil wel ik ook wel eens bang ben dat het zo'n uh, hoe heet dat tv-programma ook alweer van die mensen die dan emigreren om in het buitenland een bed en breakfast te Wat uh, er altijd valikant mislukt. Uh, hoe heet dat hoe heet dat nou, die Mijn ooit begonnen zijn. Uh, ja, 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 ik, maar ik, ik heb mijn is, moeder daar een keer ja. vanaf moeten praten ah, hè, okay. van dat idee. Ja. Die ging met me die vader bijna had als bijna een oude ruïne gekocht in Portugal. En ik zeg: Ik vind het echt tof als mensen achter een droom aangaan. Ik zeg: Maar denk hier alsjeblieft nog een maandje over na. Ja, als ja. je dan overtuigd bent, mag je het doen. En ze zijn er wel vanaf het dat, dat gevoel uh, <laughs> heb ik dan ook wel eens van: Oké, dan moet je voor uitkijken. Maar ik heb, ik heb voordat ik in de Tweede Kamer kwam, werkte ik in de spoorsector. En ik ja. had echt, uh, daar heb ik echt een onwijs mooie tijd ook gehad. Want dat was dan waren allemaal mensen die heel gepassioneerd over treintjes rijden waren. Ik had het zelf in het begin wat minder. Mm -hmm. uh, maar dat was wel een hele, hele fijne plek om met mensen samen te werken. En juist dus vanwege al die passie waarmee mensen elke dag die treinen laten rijden. Dus ja, ik kan denk ik alle kanten wel op. Uh, ja, ja, ja. En, uh, ja, ja. 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 <laughs> wat grappig, dat wist ik helemaal niet. Ja. Meer naar buiten, dat zou ik wel fijn vinden. Dus dat je niet zes dagen in de week binnen hoeft te zitten. En, ja. Uh, ja. Zou je niet... Uh... Zijn er eigenlijk mensen uit de politiek die, die iets, iets in de horeca? doen? je hebt tegenwoordig heel veel uh, BN'ers die dan, die dan een eigen lunchroom nog hebben? En uh, ik ben yeah, ja. ja, erbij. Ik ja. moet zeggen, ik ben ook, uh, ik vind het ook ontzettend leuk. Ik heb ook wel een idee daarover. Ik weet, niet, op de een of andere manier is dat voor volgens mij best wel veel mensen vinden dat tof om zo ooit, ooit iets te runnen. Um, zijn er mensen uit de politiek die nu een kroeg hebben of een lunchzaak of iets ernaast uh, Nee, ik denk dat niemand er echt iets naast doet. Er is wel één collega van de VVD, zijn zoon heeft een hele toffe cocktailbar in Den Haag. Oké. Okay. Uh, maar volgens mij uh, niet. Je hebt wel, je hebt een paar kamerleden die nog studentenkamers verhuren en zo. De, ja. Die zijn dan <laughs> Ook niet altijd positief daarmee in het nieuws ah <laughs> geweest. Maar in principe uh, laat iedereen het wel varen. Maar, dat, maar dat lijkt me wel lachen trouwens. Als je gewoon, uh, als, je, als je een huisje huurt en je hebt gewoon een lekkage, dat je dan belt, dat, dat <laughs> premier Rutte. Ja. Naar je huis kom, maar, ik, Ja, dat moet je, je zelf kunt, betalen. Je kunt ook een van de prinsen aan de telefoon krijgen. Ja, dat is een. En die is niet altijd heel goed voor zuur. Dus hoe, hoe heet die ook weer? Bernard Junior is dat. Oh, ja. ja. Maar in Nijmegen in de gemeenteraad had ik wel een collega die een kroeg had. En als dan de gemeenteraadsvergadering om 12 uur s'nachts was afgelopen, dan ging gewoon de hele gemeenteraad naar die kroeg. Ja. en Dan ging het daar gewoon door, maar dan met een biertje erbij. Dus dat is een. Uh, wel leuk man. Ja. Nou, um. Maar dat, dat, dat beeld dat je zou stoppen met politiek, dat is niet, niet aan de orde, toch? Nou, nee, voorlopig niet. Kijk, ik ben, ik ben 33. Ik, uh, dit is mijn eerste termijn in de Tweede Kamer. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Mm. Uh, maar ik zit er ook wel zo in als, als op een gegeven moment allerlei mensen uh, tegen me zeggen: Nou, weet je. Het, was, het is mooi geweest of het is tijd om het iemand anders te laten doen. Dan ga ik daar ook niet uh, in een hoekje zitten huilen. Dan denk ik, nou oké, okay, top mensen. Dan heb ik een paar jaar uh, ja. geprobeerd om uh, mijn best te doen. En dan is het nu aan de volgende. Dus ik zit daar ook niet in dat het mijn hele leven moet zijn. En dat ik per se dit nog twintig jaar moet doen. Uh, nee. Dat gelukkig niet, nee. Wel een goede instelling, denk ik. Want uh, ja, dat vind ik sowieso. Ik, vind het, ik, ik zie het leven, je gaat door verschillende fases heen. En in, in, bij bepaalde fases passen bepaalde dingen. Want het kan met werk te maken hebben. Maar ook ja. met, met vrienden of uh, relaties. Hè? Dat, dat je in die periode heel goed klikt. En op een gegeven moment groei je door. Ontwikkel je door. En dan kom je in een andere fase. En daar heb je dus ook vaak misschien wel ander werk bij nodig. Of, of andere vrienden. Of een andere vriendin of vriend. En... Um, ik denk dat het uh, ontzettend goed is voor je ontwikkeling om een paar jaar politiek gedaan te hebben. Los van het feit dat ik het niet, zelf niet zou ambiëren. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel goed voor je is. Dat je heel veel leert. En ja, waarom zou je dan niet gewoon op, op zeg 36, 37 jaar leeftijd ja. denken van ik heb dit meegemaakt? Ik heb een toffe tijd gehad, ook een moeilijke tijd. En ik ga nu gewoon lekker iets anders doen. Ja. Weg van alle van alle. Meningen van heel Nederland en gewoon lekker mijn eigen leven. Dat kan me wel voorstellen. Ja, nee, en ik denk dat dat ja, volgens mij is dat ook een gezonde houding dat je niet ja, je hele leven probeert te plannen en het ook een beetje maar laat gebeuren. Um, en dat is. Ik mij dat is voor mijzelf is, is de afgelopen weken, maanden met corona. Kijk, wij hebben best wel veel doorgewerkt eigenlijk. Ja. Uh, want ja, we moesten gewoon debatten met de premier doen en dat soort zaken. Maar ik was wel veel meer thuis. Dus ik was ook hele simpele dingen. Koken bijvoorbeeld. Daar ja. heb ik gewoon de afgelopen anderhalf jaar bijna niet gedaan. En nu stond ik weer regelmatig gewoon te koken. Gewoon een half uur lekker muziekje aan en groenten snijden. Nou, ik vond het echt zo fijn om te ja, doen. Ja. Dat soort, dus dat is ook wel weer. Ja, hoe voorkom je dat je werk ook je hele leven gaat overheersen en dat je denkt dat je alleen maar je voldoening uit dat werk haalt? Ja, maar dat, dat vind is, ik dus uh, een hele interessante. Want, want je, je levenskwaliteit, daar horen dus ook deze kleine dingen bij. Dat je gewoon wat vaker naar je vrienden of familie kan, maar ook ja. gewoon het schillen van een, van een appel of het snijden van een paprika gewoon in je keuken met een muziekje op de achtergrond. Ja. En denken van, oh, ik gun mezelf deze tijd. Ik haal toevallig zelf ook heel veel ontspanning uit, uit koken. Ja. Um, ja dat is wel dan, dan vraag ik me wel eens af ja hoe, hoe zwaar weegt het weet je wel hoe leuk vind je je werk en ja hoe lang ben je bereid daar zoveel voor op te geven en ik denk dat dat in de politiek heel heftig is heel veel opgeven en dan maar je werk heel leuk moeten vinden want anders houdt niet vol ja. ik vraag me dat wel eens af want ik, ik, ik ik we kennen elkaar niet van tevoren maar volgens mij heb je nog veel meer dingen die je leuk vindt en je staat nog vol met leven ja. Ik heb gewoon niet het idee dat jij nog twintig jaar politiek gaat doen. En dat is niet lullig bedoeld, maar <laughs> ik maar, kan me voorstellen maar, dat maar jij... Wat, wat, wat zou je me adviseren om hierna te gaan doen? Ja, weet ik niet. Ja, gewoon ja, iets wat goed. je leuk vindt. Ja. Ik, zou iets wat, wat, ik zou dan denk ik iets kiezen wat compleet tegenovergesteld is. Ja. Of in ieder geval verder vanaf staat. Ik denk als je uh, zeven jaar van je leven best wel veel hebt ingeleverd en, en, en concessies hebt moeten doen om dat werk te kunnen uitvoeren. Dat je dan als je iets nieuws gaat doen, dat je jezelf ook wel gewoon iets moet gunnen waarin je gewoon juist al het andere wel weer kan doen. Ja. Ja, misschien moet je ook gewoon, als je dit een aantal jaar hebt gedaan, even een maandje thuis gaan zitten. Ja, bijvoorbeeld, of en, en gaan reizen. Wandelen en reizen, inderdaad, uh, om dan te ontdekken wat je volgende avontuur uh, moet zijn. Dus ja. Uh, ja, en ik denk dat mijn thuis vond het wel fijn vindt als mijn volgende baan iets minder uh, ja. van huis uit uh, betekent. Of weg zijn van huis betekent in ieder geval. En ja. Tot slot dan nog, stel je voor, uh, je stopt ermee. Het is nou heel raar als ik jou echt probeer aan te praten, je moet stoppen <laughs> met politiek. Je moet vooral blijven doen, is het is leuk, je Maar uh, Stel je voor dat je ermee zou stoppen over een aantal jaar en uh, die dag komt, je loopt daar weg uit Den Haag, je geeft iedereen een hand, je zwaait. Ik mag hopen dat we elkaar dan weer een hand geven. Ja, en, een, en een knuffel. En een knuffel, ja. En sommige mensen. Ja, ja en dan, uh, dan loop je naar huis en dan, dan, dan zou je daarna een periode hebben van een jaar bijvoorbeeld, dat je nog niks te doen hebt. Hoe zou dat jaar eruit zien, de meest ideale vorm? Stel, voor, stel je voor dat je gaat reizen bijvoorbeeld, waar ga je naartoe? Wat, wat, alles mag, alles kan. Ja, dan, ik zou dan denk ik toch wel echt gaan reizen, inderdaad. Uh, hoewel ik ook de laatste jaren steeds beter probeerde te na, na te denken over waar reis je naartoe en hoe reis je er naartoe. Maar ik vind dat wel. Ik vind dat echt, echt heel fantastisch. Ja. Um, en een van de reizen die de laatste keer het meeste indruk op mij heeft gemaakt. En daar is, dat is een land waar ik ook wel naartoe terug zou willen, is Ethiopië. Ja. Uh, een van de armste landen ter wereld, waar ze nou. Toen wij jong waren, moesten we allemaal voedsel inzamelen daar voor de hongersnood. Maar die mensen daar die waren zo puur en zo vriendelijk en zo. Nou, ja, dat, dat was echt wel. Die hadden helemaal niks. Gewoon een, een hutje en een paar beesten. En daar moesten ze dan mee overleven. Maar dan kwam je daar als reiziger voorbij met je backpack. En mm. die mensen namen de tijd voor je alsof uh, dat ze niks beters te doen hadden. En dat vond ik... Ja, dat vond ik altijd... Dat, dat, ik ben niet gelovig of zo. Maar dat soort momenten... Uh, ja, dat vind ik toch ook een stukje zingeving. Dat je gewoon met andere mensen ontdekt en ziet hoe, hoe puur het leven kan zijn. Dus ik zou het liefst een reis gaan maken naar landen waar het niet allemaal zo perfect aangehakt is als hier. Ja. Waar mensen het tempo misschien wat lager hebben liggen. Maar raar, uh, weet je wat het dus raar is? Want ik voel wat je zegt. Want dat, dat is, je hoort vaak mensen dit zeggen. Hè? Ik ben in dat land geweest. En alles was er nog zo puur. En... Maar zeker als je in de politiek zit, ben je er eigenlijk mee bezig om alles gestructureerd te laten verlopen. En, en ja. innovatie dit. En dus eigenlijk werk je toe naar een land waarin alles juist uh, tot in de puntjes geregeld is. Met wetten, regels. Terwijl je als je op dat soort plekken komt, je juist voelt hoe... Relax, het ook kan zijn om ja. even te ontsnappen uit die plek. Uh, Kanttekening is natuurlijk wel dat je in dit geval heb je het over Ethiopië en daar is gewoon heel veel armoede. Dus nee, zeker, dus, dus daar. Uh, uh, Omdat nou een te gaan, meer structuur daar zou ook niet hebben. Precies, zijn, weet je wel. We, ja. Dat moeten we ook niet gaan romantiseren. Maar ik, ja. ik snap wel even. Uh, voor, jij komt uit Nederland en op het moment dat je even uit dat bestaan hier wordt getrokken. en je komt dan op zo'n plek, kun je wel eens denken van. Mensen zijn hier gewoon uh, tevreden met minder, veel sneller. En in Nederland is het een beetje de ziekte van meer en, en ja. presteren en blablabla. Ja, nou, bla, bla. Ook, maar ook een stukje gewoon eigen verantwoordelijkheid En vertrouwen dat mensen zelf ook wel heel veel kunnen regelen en doen. Ja. Dus dat is uh, hier is het uiteindelijk willen we wel ook elk, elk risico wegmanagen. Ja, precies. Dat probeer ik ook wel uh, dan in mijn politieke werk probeer ik dat ook wel te voorkomen. Ja. Want je denkt dat je alle problemen kan oplossen, maar dat ja. is een uh, ja, maar een jaar lang ah, Op reis. Op reis. Oké. Okay. Mooi voor uitzicht, maar dat duurt denk ik wel nog even. Ja, kan je, doen. ja. Nee, je moet het helemaal zelf weten Rob, ik probeer je nergens naartoe te drukken. <laughs> Hey, We zitten op een, uh, op een uurtje al, dus uh, ik ga je heel erg bedanken voor je komst en je openheid. Ik vond het leuk, Dit is de eerste keer dat ik tegenover iemand uit de politiek zit. En, uh, ik, ik, het was relaxed, het was leuk. Ja, ja, ik ben alsof. ook blij dat je gewoon jezelf Want, liet zien. Vond je, dat, was je van tevoren bang dat het uh, heel anders zou zijn dan... Nou, nee, niet, zo, niet zozeer dat ik denk van oh, mensen uit de politiek, dat zijn geen mensen. Maar, nee, maar wel dat ik dacht van, uh, ik kan me voorstellen dat als je in de politiek zit, dat je heel erg let op wat je zegt. Ieder woordje omdraait en dat je misschien toch regelmatig even terugvalt uh, in de politicus en dan weer het, het standaardbandje af gaat spelen. Maar het viel mee. Nee, het, nee, <laughs> <laughs> nee, het ging. Nee, ik vond het echt een leuk gesprek. En bedankt voor je komst en je tijd. En, uh, Mocht je ooit twijfelen om stop met de politiek, bel me gewoon op, dan gaan we nog een keer een podcast doen en gaan we kijken wat je daar. Ja, had. dat is helemaal goed. Is goed. En heel veel succes de komende tijd en bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende. Doei doei.